Wat zijn we druk tegenwoordig, hè? Met onze eigen kruiden in de tuin of onze eigen groenten verbouwen. Maar je kan ook je eigen thee zetten. En dat doe je met deze plant. De camellia. En die heet dus ook de theeplant. Hier achterop staat precies hoe je dat moet doen. Daar staat alles beschreven. En dan kan je dus je eigen thee gaan zetten. Dit plantje dat wordt gebruikt voor elke theesoort die er is. Nou kan je niet alleen je eigen kruiden gebruiken, je eigen groenten verbouwen, maar ook je eigen thee drinken. En dat doe je door blaadjes te plukken, te verhitten, te drogen en dan enkele minuten laten trekken in heet water.